Goedemorgen, lieve mensen. En ik ga toch even live vandaag. Even kijken of de kijkers zijn. Ik ga toch even live deze ochtend. Er gebeuren best wel veel dingen in het leven op dit moment. Ook in mijn leven. Ja. Elke ochtend denk ik weer van, ik ga er niets over zeggen. Ik ga niets delen vandaag en ik ga het gewoon een keer niet doen, denk ik dan, 's ochtends vroeg. Ja, en dan uiteindelijk dan kom ik weer allerlei berichten tegen waarvan ik denk en voel van, dit moet ik toch delen met mensen. Nou, daar wil ik toch vandaag iets over vertellen. Morgen is mijn verjaardag. Daar heb ik in principe niet zo heel veel mee. Want ik heb zoiets van, ja, je wordt gewoon weer een jaartje ouder. En je mag blij zijn dat je er nog bent en dat je gezond bent. En mensen die me kennen weten dat ik daar natuurlijk heel veel mee bezig ben. Ik zeg altijd, practice what you preach. Want er zijn ook heel veel mensen die wat zeggen en iets anders doen. En ik ben wel een van de mensen die wat ik ook altijd doe. Dus ik ben zelf natuurlijk altijd heel erg bezig met preventieve gezondheidszorg. En dat is eigenlijk bij mij begonnen ongeveer 8, 9 jaar geleden nu. Dat mijn schoonzusje van 46 overleed, onverwachts. En er was volgens de artsen niets aan de hand. Maar die dag viel ze toch op de grond neer. 46 en later bleek dus toch dat al haar vaten waren dichtgeslipt. Ja, dat was voor mij toch wel een reden om te denken van in dat tijdperk had ik 3 banen om te overleven. Want ik heb 3 kinderen alleen opgevoed en toen ik ging scheiden waren ze 6, 7 en 8 jaar jong. En uiteindelijk toen ze gingen studeren, ja, was zoveel geld dat dat trok ik gewoon niet financieel. Dus dan had ik een hoofdbaan als accountmanager in de luchtvrachtwereld en 2 bijbanen in de horeca. En zo verdiende ik mijn geld en ik werkte dus 80 tot 100 uur per week. Ja, dat hou je gewoon natuurlijk niet vol, zou je zeggen. Maar ik heb het 8 jaar volgehouden. Zelfs familie wist het niet van mij dat ik dat deed om te overleven. Dus I've been there. Ik weet hoe je moet overleven. En alle kinderen zijn gelukkig heel goed terechtgekomen. Ze zijn inmiddels 27, 28, 29. En ik ben heel trots op ze. Ze doen het heel erg goed. 2 zijn er ondernemer en 1 die doet het heel erg goed in een hele super fantastische baan. En daar ben ik ook, ik heb ook 2 mooie kleinkinderen van haar gekregen. Dus daar ben ik heel blij mee. En waarom ik dit vertel, weet ik niet. Mijn ziel voelt altijd in wat er nodig is om te vertellen. En op dit moment, ik ben natuurlijk ondernemer geworden sinds nu bijna 9 jaar. Naar aanleiding van het overlijden van mijn schoonzusje. Ik voelde heel duidelijk, het moet anders. Mijn roer moet ook echt om. Je kan niet toch 80 tot 100 uur per week werken en dan denken dat je gezond blijft. Dus op een gegeven moment werd ik ook duizelig. Dus ben ik gestopt en toen heb ik alleen mijn hoofdbaan aangehouden als accountmanager in de luchtvrachtwereld. En toen ben ik dus gaan studeren. HBO natuurgeneeskunde en inmiddels een heel pak diploma's. Ik was er natuurlijk zelf heel erg nieuwsgierig naar. Van hoe kan je zelf je gezondheid goed houden? Ja, en inmiddels is dat uitgelopen in dat ik kan behandelen op fysiek niveau, mentaal niveau, emotioneel en ook spiritueel niveau. Blijkt dus eigenlijk dat ik vanaf dat ik geboren ben. Ik ben dus eigenlijk in de 12D dimensionaire wereld ben ik geboren. Dus ik had echt zoiets van, ja, vrij snel al toen ik klein was, al zoiets van, wat doe ik in godsnaam? Volgens mij ben ik op de verkeerde planeet terechtgekomen. Ik heb mijn hele leven ook altijd gezegd van, ik leef in een omgekeerde wereld. Ja, waarom ik dat nu vertel is omdat dat nu blijkbaar wel allemaal uitkomt. Hallo, goedemorgen allemaal. Ik zie jullie voorbij komen, hartstikke lief.
Leuk dat jullie naar me willen luisteren en willen kijken wat ik te vertellen heb. Dus ik heb mijn hele leven al zoiets gehad van, ja, ik weet niet wie die mensen allemaal zijn, maar zij vinden mij raar, maar ik vind die mensen allemaal eigenlijk best wel raar. En dat was de reden waarom ik me als in mijn jeugd ook best wel terugtrok. Ik ging heel veel zwemmen elke dag. Nu snap ik spiritueel gezien waarom ik zoveel ging zwemmen. Door middel van zwemmen en douchen spoel je eigenlijk alle energieën van je af van die dag. Ja, helaas is niet alles positief om je heen. Dus dat deed ik eigenlijk van nature al. Dus dat is wel grappig om te vertellen. Dat je eigenlijk intuïtief weet je gewoon wat je moet doen en waarom je hier bent. En alleen ja, doordat we allemaal weer naar school gaan als we 4 zijn en we moeten van alles en we moeten goede cijfers halen en we moeten presteren en eigenlijk moet je van alles. Dus eigenlijk wordt vanaf dat moment wordt die stress ja, wordt er al opgezet, waardoor je eigenlijk niet zo goed meer ja, bij je creatieve brein kan. Dus bij je intuïtie. En dan we leren dat eigenlijk heel vroeg leren we dat al af. En ja, ik heb natuurlijk nu 2 kleinkinderen en als ik zie die van 8 maanden is een meisje. En ja, we kunnen gewoon communiceren zonder woorden. Dat is zo mooi. Zij is natuurlijk ook in 12-dimensionale wereld geboren. En ik, als ik gewoon lekker in mijn vel zit en lekker mediteer elke dag, wat ik dus ook doe, dan zit ik gewoon super in mijn vel. En dan kijk ik haar aan en dan weten we gewoon wat we bedoelen. Hoe mooi is dat? En dat is eigenlijk de wereld waar we met z'n allen naartoe zouden moeten willen gaan. En dat gebeurt natuurlijk ook, hè. Moeder Aarde gaat al, is al nu, voor mijn gevoel, zijn we al in de 5D beland. Ik merk het zelf aan bepaalde kleine pijntjes die dan toch nog tevoorschijn komen. Ook al denk je zelf in balans te zijn. Ik zelf op dit moment heb best wel last van mijn kaken. Ja, echt die onderkaken. En nou is er technisch ook wel iets met mijn gebit aan de hand, dus laat ik maandag repareren. Maar ik voel ook die kaakpijn is ook eigenlijk meer het uiten van, ja, van je keelchakra. Dus ik heb zelf heel lang mijn mond gehouden over mijn levensverhaal. En ik kies ervoor om toch ermee naar buiten te komen. Meer omdat ik er, ja, hoe heftig het verhaal ook is, weet je, het vormt je wel. Je bent er wel sterk. Sterk word je ervan. Van de dingen die je meemaakt in het leven. En ja, zo ik ook. Binnenkort zal ik daarmee naar buiten komen. Ik ben op dit moment met iemand anders. Ook een spirituele man die ook in 12D zit. Dus als we bij elkaar zijn, dan is het gewoon 24D. En dan kunnen we gewoon ontzettend veel manifesteren. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ja, daar ben ik een luisterboek mee aan het opnemen. En dat is super gaaf. En dat gaat zo van nature, zo vanzelf, zo bijzonder. Ja, als ik eraan denk, word ik er best wel emotioneel van, omdat ik ben zelf 20 jaar geleden gescheiden en best wel een nare periode gehad met deze man. En ja, dan doe je allerlei opleidingen, cursussen en dingen om gewoon in balans te komen met jezelf. En dan merk je dus in de fase waar ik nu in zit, van er toch over gaan vertellen en toch over praten, dat dat toch nog net even het laatste stukje is van de heling eigenlijk, van de healing. Ook mijn healing, ook mijn interne reis. Alleen die interne reis mag nu naar buiten komen. Dat is zo mooi aan deze shift. En sterker nog, het moet naar buiten komen. Want voor mij, mijn ziel wil dat heel graag. En dat is wel weer heel spiritueel wat ik dan nu ga vertellen. Dat zal nog niet iedereen begrijpen wat ik nu vertel. Maar ik zelf ben hiervoor teruggekomen. Ik ben zelf teruggekomen voor deze reis. Op deze aardbodem, specifiek op dit moment ben ik teruggekomen. Keelchakra staat al een beetje dicht. Maar maakt niet uit, ga gewoon door. Want dat hoort erbij. Ja, daar kan ik ook uren over vertellen. Maar ik geloof in reïncarnatie. En ik geloof erin dat je gewoon net zo lang terug kan komen ja, wat je zelf wil. Als je nog dingen te leren hebt. Dus ik zie eigenlijk dit leven meer als een leerschool. Nou ja, op dit moment hebben we natuurlijk echt heel veel te doen hier.
De wakkere mensen, de spirituele mensen, de wakkere mensen, de ondernemers die snappen dat het gewoon anders moet. We hebben hier zoveel te doen met z'n allen. En laten we gewoon niet meer meedoen aan het spelletje verdeel en heers. Weet je, wat voor kleur je ook hebt, maakt allemaal natuurlijk helemaal niks uit. Want we zijn allemaal spiritueel met elkaar verbonden. Alles is energie. En laten we ons verschillen nou ook gewoon eens even weg. Gewoon weg. Doe het gewoon weg. Het is ook niet belangrijk wat voor geloof je ook hebt, of je het wel of niet hebt. Maakt niet uit, laten we ons gewoon verbinden. Want het moet anders. Het roer moet helemaal om, ook in Nederland. Ja, ik zelf maak me dan hard voor dus echt de preventieve gezondheidszorg. Ik vind persoonlijk dat een ieder moet gewoon iets aan zijn eigen leven doen, aan zijn eigen gezondheid doen. Beter zwaar, ga afvallen, ga gezonde voeding kijken. Het gezonde water drinken kan je bij mij gratis halen. Allemaal geen probleem, krijg je ook nog uitleg bij. Zorg ervoor dat je bloedsomloop goed blijft doorstromen. Want ja, je snapt ook wel, als je bloed niet goed blijft doorstromen, dan ja, dat werkt natuurlijk gewoon niet goed. En dus dat soort dingen. Vitamines, slik de juiste vitamines. Ondersteun de plaatselijke ondernemer, de plaatselijke boer. Verse eieren, verse kaas, alles vers. Weet je wel, het is wel wat duurder, maar weet je, wat het allerbelangrijkste is in dit leven, is je gezondheid. En niet alleen fysiek, maar ook mentaal, emotioneel en het liefst ook spiritueel. Want ook al snap je nu nog niet precies wat ik zeg, we bestaan allemaal uit energie. En we zijn allemaal met elkaar verbonden. En als je hoger komt in de frequentie, kun je met elkaar spreken zonder woorden. Hoe mooi is dat? Hoe fijn is dat? Je bent gewoon eigenlijk nooit meer alleen. Sowieso niet. Want we hebben ook nog de ongeziene wereld. Maar goed, dat is misschien voor sommigen een stukje te ver. Dat bespreek ik dan een andere keer. Waar ik jullie vandaag een klein stukje wil meenemen, is dat ik hele liefdevolle Soul Sister van de week weer in live heb mogen ontmoeten. En we gaan samen een workshop organiseren. In dit geval speciaal voor vrouwen. Ik zelf in mijn praktijk heb 50-50 man-vrouw. Ik doe normaal gesproken dus zeg maar werk voor mensen met veel stressniveau. Psychosomatische klachten. Dus eigenlijk alle klachten waar een huisarts niets mee kan of moeilijk vindt of niet kan oplossen. Mensen die vastlopen. Mensen die op dit moment nog heel erg in hun angst blijven hangen. Want dat is natuurlijk zonde. Want angst leg je gewoon lam. Door angst kan je eigenlijk gewoon niet zo heel veel meer ondernemen. En ook niet normaal en gezond meer nadenken. Nou ja, dat zie je natuurlijk nu in onze regering gebeuren. Ik weet niet wat ze allemaal aan het doen zijn. Maar er is gewoon wel heel veel paniek. En de echte oplossing is gewoon nog steeds niet. En de oplossing is eigenlijk heel simpel. We moeten met z'n allen ons immuunsysteem hoog houden. Dus gooi er een gezonde vitamine C in. Het liefst een gebufferde met zink erbij. Ga elke dag mediteren. Ga de reis met jezelf naar binnen aan. Nou ja, ik snap dat sommige mensen nog echt niet zo ver zijn. Maar geloof me, het is nu wel de tijd om dat te gaan leren. Voor jezelf. En voor de toekomst van je kinderen, kleinkinderen, alles. Dus ik zou zeggen, ga erin verdiepen. Weet je niet hoe, dan ga ik je erbij helpen. En speciaal voor de vrouwen. Ik zal even kijken, ik ben altijd niet zo handig. Zal ik jullie even het speciale meditatiekussen laten zien. Wat we dus donderdag uit mijn hoofd 8 oktober... is hier voor een klein groepje vrouwen. Want we moeten natuurlijk nog wel een beetje rekening houden met de regeltjes. Dus speciaal voor vrouwen is hier een hele bijzondere meditatievorm. Ik zal jullie even het kussen hiervoor laten zien. Kijk, ik heb hem hier al. Heel bijzonder. Er zit natuurlijk een gat in zoals je ziet. Het is een meditatiekussen. Nou, ik hou van een hoog kussen, want ik heb knieën daar toch wel voorzichtig mee moet zijn. Dan neem je een zakje met hier zitten kersenpitten in. Die gaan we opwarmen en die stoppen we dan hierin. Nou ja, goed, even
Weet je. Zo. Ja. Nou ja, dat is dus lekker warm. En dan ga je op zitten en dan ga je mediteren met een geleide meditatie. Gaan we voor jullie regelen. Ja, en ik doe heel veel meditaties en heel veel trance sessies. Dus dat is in het donker en soms dagenlang gewoon weg van alles. Van alles en iedereen. En contact maken en alle vragen binnenkrijgen die ik nog heb in mijn leven. Om het beter te gaan doen. Nou ja, maar op dit kussen, echt, geloof me, echt fantastisch. En ja, klinkt misschien raar, maar als je natuurlijk niet andersom, als je hem zo gaat zitten. Ja, dan snap je wel dat het fijn voor de vrouw is. Ja, ik heb zoiets van, ik ga hem ook een keer voor mannen uitproberen. Want ik geloof in gelijkheid. Dus ja, zowel mannen als vrouwen zijn voor mij gelijk. En ik wil graag, heel graag, dat zowel de man als de vrouw zelfstandig is. Dus dat eigenlijk niemand afhankelijk zou moeten willen zijn van elkaar. En alleen vanuit die onafhankelijkheid en zelfstandigheid geloof ik erin dat je uiteindelijk een liefdevolle partner zou kunnen vinden. Dus als yin-yang met jezelf, dus eigenlijk, hè, yin-yang, de mannelijke en de vrouwelijke energie met elkaar in balans is, dan pas denk ik dat je klaar bent voor het vinden van een gelijkwaardige partner. Maar ja, dat zo denk ik er nu eenmaal over. Ik ben natuurlijk wel apart daarin, dat snap ik. Maar dat is wel waar ik in geloof. En dus iedereen zou met zichzelf aan de slag moeten willen gaan. Nou ja, ik zie kijkers. Dus als jullie vragen hebben, kun je die nog even stellen. Ik heb nog heel even de tijd voordat ik zo meteen in behandeling ga. Ik heb vandaag een drukke dag. Verschillende soorten mensen. Sommigen komen voor een simpele massage. Een ander weer voor wat spanningen in hun leven. Wat angst, depressies. Ja, eigenlijk van alles wat. En wat ik eigenlijk doe is mensen weer in balans brengen met zichzelf. En wat, als ze willen, wat adviezen meegeven. Maar ook mensen van hun lichamelijke klachten afhelpen. Dus heb jij last van je nek, rug, onderrug, whatever. Dat is allemaal gewoon mogelijk. Nou ja, dat was het even voor zover. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En als jullie vragen hebben, dan kun je die altijd stellen. En als je een van de gezondheidsproducten zou willen uitproberen. Hey Roberta, zie ik ook voorbij gaan. Leuk dat je kijkt. Dan ben je altijd van harte welkom. Hè? Het water kunnen mensen gewoon gratis afhalen. En ja, je kunt altijd die mat voor de vieze vaattherapie uitproberen. Dat duurt maar 8 minuutjes. Kan zelfs een kwartiertje. Maar dan weet je gewoon wat het voor jou betekent. Dus dat is gewoon echt super. En ik kan natuurlijk een behandelplan op maat maken voor per persoon. Dus om preventief gezond te blijven, want dat is het. Als je immuunsysteem hoog genoeg is, dan hoef je echt niet bang te zijn dat je ziek zou worden. Want het is eigenlijk bijna niet meer mogelijk dan. Dus ik zou zeggen, verdiep je erin. En heb je vragen, heb je interesse, wees welkom. En voor de collega-therapeuten... sluit je aan bij Purstarts Nederland. Want met elkaar gaan we het verschil maken. Ik heb niet de illusie dat ik in mijn eentje door heel Nederland ga heen rijden. En de boodschap ga verkondigen. Dus ik zoek mensen die dat ook zo voelen. Die ook zoiets hebben van het moet anders in Nederland. En we moeten naar die preventie gaan. En ja, daarvoor zijn welkom allerlei soorten therapeuten. Maar ook goede mediums. Diverse coaches, eigenlijk alles op complementair gebied. En ook de mensen vanuit de reguliere gezondheidszorg zijn welkom. Ik heb ook 2 vriendinnen die ook aangesloten zijn bij Purstarts Nederland. En die zitten beide in de gezondheidszorg regulier. En die snappen ook dat het anders moet. Dus ik zou zeggen, sluit je aan met elkaar. Samen zijn we sterk en samen kunnen we het verschil maken voor de nieuwe wereld, want daar stappen we nu echt in. De oude wereld laten we echt achter ons. Het zijn nu nog even de laatste stuiptrekkingen die plaatsvinden. Maar mensen, laat je niet gek maken. Blijf bij jezelf. Heb vertrouwen. En geloof erin dat we met elkaar hier vele malen sterker uitkomen. En dan gaan we daarna, met z'n allen, gaan we de economie weer opbouwen en bloeiend maken.
En gaan we zorgen voor onze ouderen? En gaan we zorgen voor onze zwakkeren in de samenleving? Want zo hoort het, vind ik. Dat de een kan werken, kan voor de ander zorgen. En dat systeem geloof ik in. En daar zouden we met z'n allen weer naartoe moeten gaan. We zijn alle één. Dus ik zou zeggen, nou, fijne dag allemaal. Ik stuur jullie heel veel liefde, heel veel energie toe vanuit deze plek. En samen zijn we sterk. Wij maken het verschil. Fijne dag allemaal.